En Doet voor Tiel geeft eigenlijk aan van, beste mensen, vrijwilligerswerk is zo mooi. En als je dat met elkaar gaat organiseren op NL Doet, dan kan iedereen daar gaan proeven, zeg maar. In de hoop dat het eigenlijk een vervolg gaat krijgen. Want eigenlijk is het natuurlijk ook oproepen voor vrijwilligerswerk niet alleen met NL Doet te doen, maar juist eigenlijk het hele jaar door. Vanuit de woningcorporatie SCW zijn wij al jaren betrokken bij NL Doet. Wij ondersteunen al jarenlang allerlei activiteiten. En vandaag natuurlijk bij de Jeu de Boon vereniging. Waar we toch een stuk ondersteuning willen geven als vrijwilligers. Om klussen te doen. Om dat straks alle leden en geïnteresseerden weer lekker recreatief aan de slag kunnen gaan. Via het Oranje Fonds hebben we de klussen aangemeld. En daar kregen we al heel snel verschillende reacties op. Ook via MB Schoonmaakbedrijf. En het was een beetje een win-win situatie. Zij maken hier verschillende ruimtes schoon. En ondertussen worden er ook poffertjes gebakken. En worden de rollators en rolstoelen schoongemaakt. En kunnen mensen nagels lakken. En gaan we vanmiddag een Tielse wandeltocht doen. Wij hebben vandaag een klusdag voor de buitenspeeltuin, of de speelplaats voor de kleuters en de speelplaats voor de peuters en het speelplein. En daar wordt hard gewerkt. Zoals iedereen op dit moment met NL Doet bezig. Zoals je ziet is een van de mensen bezig om de auto eerst gewassen en nu in de poets te zetten. Aan de achterkant zijn ze bezig de jongens het duivenhok schoon te maken. En ook echt helemaal schoon te maken. En verderop staan de heren een nieuwe hok te maken voor onze geiten. Wat zijn de ervaringen? Ja, heel veel enthousiasme. Variërend van mensen die het al heel lang doen, al vaker gedaan hebben, zijn de routiniers natuurlijk. Tot mensen die het voor de eerste keer doen. En met name die laatste groep, die zeggen echt van, god, het is eigenlijk zo leuk. Ik zal er eens over nadenken om dit wat vaker te gaan doen. En dan heb je je doel wel bereikt.